Hallo wonderful gamers en welkom bij een nieuwe ontdozing. Ik ben hier weer met Manisha en we hebben een nieuwe doos. En dat is wat voor doos. Het is weer een Japanse snoepdoos. En deze keer is de Okashi Connection doos. Je ziet hier zo'n poppetje op staan. En dan zie je mijn adres en zo. En Japan en zo. En van alles en zo. We zullen hem eens openmaken, hé. Maak even een geluidje. Bam, bam, bam. En dan zie je niks. En dan zie je dat er een blaadje in zit. En heel veel snoepjes. Heel veel kleurtjes. Zoveel snoepjes. Dit is niet Tum Tum. Oeh, en dit zijn fancy cookies. Dit zijn fancy vanille cream cookies. Op de verpakking staan Disney Tum Tum karakters. Dat zijn die baby Mickey Mouse, baby Winnie the Pooh en zo allemaal. Ze zijn heel erg gelijk aan de Oreo snoepjes staat hier. Oh! Oh! Dit is zo cute! Oh mijn god, kijk! Al deze koekjes hier en dan zie je allemaal Mickey Mouse gevormde cream dus. Ik proef meer dat koekje dan wat erin zit. Ik proef ook alleen het koekje. Ja. Wat erin zit proef ik helemaal niet. Ik vind het koekje wel super lekker. Ja, lekker knapperig en chocolatey. Ja, zeker. Ik ben één ding voor je te vertellen van als er iets in zit wat dubbel verpakt zit. Dan ga ik dat eens weggeven en dan stuur ik dat naar één van jullie op. En dan kan je het zelf filmen dat je in de volgende ontdozing komt. Of ik kan een foto maken dat je hem hebt. Dus ik ben benieuwd of dat ertussen zit. Deze Disney koekjes zijn lekker. Maar we kennen het al wel. Ja, het lijkt in ieder geval op Oreo. Ik geef dit in ieder geval wel een 8 omdat het super lekker is. Ja, ik ook een 8, want het is wel lekker, maar het is niks. Wow, dat heb ik nog nooit gegeten. Yakitori Umaibo. Yakitori is basically gewoon kip op een houten steak en gegrild. Maar dit zijn dus gewoon, dit is gewoon een chipje met de smaak van kip. Oh! Dat is geen. Deze is bruin. Dat lijkt... Heel Aziatisch. Super zout en zo. Heel veel smaak lijkt, denk ik, dat eraan zit. Iets met sojasaus. Oh, ik krijg helemaal die kriebels ervan. Zo sterk is die geur gewoon al. Oh, hij is ook hol van binnen. 3, 2, 1. Waar is de kipsmaak? Dit smaakt naar een Whopper. Ik heb nog nooit een Whopper gegeten. Naar een burger van de Burger King. Dus ik geef het wel een 9. Ik een 7. Mikan gummy. Dus denk gewoon een gummy beer met mandarijnen smaak. Mandarijn orange. Mandarijn sinaasappel smaak is dit. Yeah. Maar ja, ik vind alles met mandarijn en sinaasappel smaak lekker. Dus yeah. Dit moet ook wel lekker zijn. Oeh! Wow! Oh shit. Het ruikt gewoon naar prik. Het ruikt echt heel zoet. Naar sinaasappel. Naar Fanta, ja. Het zijn hele zachte winegums. Ik proef niet superveel. Nee, de geur is sterker dan de smaak. Wat voor punt zou je dit geven? Een 6. Ik geef je toch wel een 7,5. Want het is lekker. Dit is Yuzu Pepper and Umami Chips. Oké. Wat, Umami? Hey, Umami, dat is sojabonen. Sojabonen? Oh jee, nee. We hadden de volgende keer ook iets met sojabonen. Dat was helemaal niet zo lekker. Oh, Endu is een gezouten ert. Ah, ik lust geen ertjes. Yuzu is een Japanse citrus met een unieke smaak. Oh jee, dus het is gezouten ert met zoete citrus. Ik ben een beetje bang en een beetje benieuwd. Ik ook. En volgens mij zijn dit gewoon chipscrackertjes. Ja. Dit is groene chips. Ik durf dit niet eigenlijk. Want ik hou echt niet van ertjes. Not my thing, girl. Ik vind het wel lekker. Ik wil het volgende doen. Ik vind het niet lekker. Ik vind het wel lekker. Ik geef hem een 8. Ik geef het een 5. Ringo gummy. Dat is eigenlijk gewoon hetzelfde. Gewoon een appel wine gum. Dit is dus de appelversie van de sinaasappelversie. Wine gums. Appel is wel meer mijn smaak dan sinaas. Het is lekker, je proeft weer niet veel. Dus ik geef dit weer een 7. Ja, ik ook. Dit is de Big Bar Z White Choco. Het is een beetje poederig staat hier. Oh wauw, dit ziet er zo raar uit. Dit lijkt echt op churros. Ja. De vorm een beetje. Een stervorm. En het ruikt heel sterk naar witte chocola. En neem maar een hapje als eerst. Wow, dit is een beetje crunchy lijkt wel. Mmm. Oh ja, dit is lekker. Oh, dit is heel lekker. Ik geef dit een dikke 9 hoor. Ja, ik ook.
golden strawberry milk. Je kan hem meteen opeten, maar het wordt aanbevolen om hem eerst in de koelkast te leggen. Dus koud te eten, maar het kan allebei. Nou, wij eten hem natuurlijk nu meteen op. Oh! Er zit hier een zakje in, maar dat is maar één zakje. Wow, dit ruikt naar de milkshake. Wow. Aardbeien milkshake die erop staat. Heel lekker. Oh, dit is mijn ding. Dit heeft veel weg van zo'n lange slierd kauwgom. Van die aardbeienkauwgom die je op de kermis kan kopen. Ik verwacht zeg maar meer een milkshake smaak. Een aardbeien milkshake smaak, maar het is gewoon aardbeien. Ja, heel lekker. Ik geef dit een dikke 8. Voor mij een 7. Komeko Seaweed Wasabi Crisps. De crisps. De crisps. De chips met zeewier en wasabi smaak. Oh jee. Dit is zo raar. Ik proefde eerst iets heel pittigs. Ik dacht ook iets heel pittigs. Maar dat was echt binnen 0,3 seconden weg. Normaal vind ik alle chips lekker, maar deze. Ik geef dit een 6. Ik geef dit een 8. Ruive tabletjes. Knapperig en hij smelt niet meteen in je mond. Maar als je de eerste hap neemt, dan begint hij te smelten. Ik vind het wel leuk dat ze hierbij zeggen van... de druivensmaak is klassiek. Maar net zoals de meeste smaken in Japan, is het niet super overheersend. Auw. Ik vond het echt heel raar. Het veranderde telkens van smaak. Eerst smaakte het naar rotte druif. Daarna naar wijn. Toen een beetje naar druif. Maar die rotte druif smaak kan komen door die vieze chips wat ik hiervoor had. Mij smaakt die gewoon naar druif. Oh. Ja. Ik vond het wel oké. Ik geef dit een... 6. 6 geef ik dit ook. Ik ook. Lemon pie. Lemon broodjes lijken dit, maar dit is... En, weet je wat erop staat? Nee. Ze zijn individueel verpakt. De buitenkant is een beetje bladerdeegachtig. En aan de binnenkant zit... Lemon, dus citroen. Eerst kijken hoe dat eruit ziet dan. Wow. Oké, ja, dit zijn hele kleine, schattige lemon pies. Ja, broodjes vind ik het eigenlijk. Ik denk dat ik deze gewoon eentje weggeef of zo, opstuur. Ik weet niet, het is een beetje raar om zoiets op te sturen. Laat het weten in de reacties. En laat ook weten wat je Twitter is of hoe ik je kan bereiken. Ik wil het liefst via Twitter. En dan neem ik met jou contact op via DM. En dan kan ik zo'n dingetje naar je opsturen als je dat wilt. In Frankrijk heb je van die broodjes met chocolade erin. Ja. Daar lijkt dit op. Proost. Proost. Ik vind het bladerdeeg altijd wel lekker. Dus ik vond het wel lekker. Want de lemon smaak was niet super aanwezig. Ik vind er heel weinig smaak aan zitten. Ja, daar heb ik eigenlijk alles mee gezegd. Ik geef dit een 6. Pizza Amaibo. Deze heeft dus de pizza smaak. Maar er staat hier dat het meeste naar voren komt de kaas smaak. Deze ruikt naar bolognese. Ja, dit lijkt wel op een pizza. Nee, dat dan weer niet, maar... Lijkt wel op een grote pizza. Neem maar een hap. Wow, dit is raar. Dit is echt pizza. Ja, het smaakt echt naar pizza. Als ik naar Japan ga, ga ik al die chipjes een keer kopen hoor. Deze krijgt voor mij echt een 9. Een 9, voor mij ook wel een 9 hoor. Ja. Dit vind ik de beste tot nu toe. Maar deze Okashi Connection was weer super leuk. Er zat echt heel veel in. En laat het weten als je deze vaker wilt zien, de Okashi Connection. En of als je deze lemon pie. Lemon dingen wilt. En laat een like achter als je het leuk vond. En hoop ik jullie en Manisha misschien de volgende keer weer te zien. Doei!